Want ik moet knijpen voor de zon. Er ligt nog wel sneeuw, maar ja, de wedstrijden komen er... Hebben we nog wat te doen, jongens? Hoezo hebben wij nog wat te doen? Kijk even, wat denk je wat die cameraman staat te doen? Oh. Wij gaan gewoon door, hoor. Maar wat was je vraag? Wil je geen glazenwasser worden? Wil ik geen glazenwasser? Ik niet. Funs, wil jij glazenwasser worden? Betaalt het goed? Zeker. Nou, ik wil het eigenlijk wel proberen, Lucas. Ik ben niet zo van de huur, dus. Dik Wout. Hoppa. Hey. Kopje koffie, glazenwasser. Oh, lekker, Lucas. Ja. Oh, wat te gek. Sorry. Ja, ik kan het toch allemaal niet. We hebben koffie, maar ik mis nog wat. Ja, je mist de trainer, die ben ik nu aan bellen. Dit is de voicemail van Hans de Koning. Ik heb ijs vrij. Ah, voicemail. Nou, geen trainer dus voor ons. Dat snap ik wel. Het is ook meer tijd om iglo's te bouwen, sneeuwpoppen te bouwen. Heerlijk toch? Maar het is ook lekker om in de sneeuw te staan. En hey, wij staan gewoon op een kraakhelder, onbespeeld, maagdelijk wet. Veld van het Corvinusstadion. Oh, belangrijk hoor, onbespeelbaar. Ja, onbespeelbaar, ongelooflijk. Ook in Nijmegen, want anders hadden we afgelopen woensdag ook gespeeld. Aan de andere kant, we zitten nog steeds in de beker. Dat kan PSV niet zeggen. Ja. Hey, maar wij mogen nog steeds niet op de tribune zitten, maar we mogen ook nog steeds niet spelen. NEC is verzet en in één keer krijgen we dus nog even een uitwedstrijdje tegen Utrecht. Uurtje uit. Ja, uurtje uit. De laatste keer, eventje Lentos, bam bam. Ja, altijd lastig natuurlijk. Ja. Goed, dat is ook zo'n standaard ding, maar het is wel echt maar het is lastig. Wel zo. Utrecht, ja, maar Utrecht weet je gewoon ook niet wat je moet verwachten. Nee. Matig seizoen, draai ze. Nou ja, het probleem is ook, die van Zeumeren die heeft aan het begin van het seizoen gezegd, wij gaan de traditionele top 3 bestormen. Had hij dat niet moeten zeggen, gevaarlijk. Dan had je prima seizoen gedraaid. Moet je ook niet doen. Ik vind het leuk dat Willem daar speelt, hè, Willem Jansen. Ja, Willem is toch een beetje een jong van, hé. Hey. Ja, hij is gewoon terug en aanvoerdersbandje heeft hij weer om. Was zwaar geblesseerd, ja. En hij zei, ik vrees voor mijn carrière. Maar hij gaf toen ook al aan, mocht dat niet gebeuren, ik blijf bij Utrecht. En dat geeft aan dat Willem Jansen al bezig is met wat komt er na het voetbal. Sympathieke vent. Sympathieke kerel. Komt altijd leuk over op de kamer. En ik geloof ook wel dat het een goede trainer zou kunnen worden. Bezig zijn met je carrière. We noemden net al, de vorige wedstrijd tegen Utrecht werd met 1-2 gewonnen. Twee keer eventje Lentos. Hij heeft zijn eerste 15 minuten gemaakt bij Al Ittihad. Hij heeft twee wedstrijden al meegedaan. Ja, Eén keer in een beker. Ja, en die hebben er al 7 of zo. Ja, en één keer in een competitie. Ja. En het mooie vind ik dan ook, dan zie je die beelden. En wie is daar de grote meneer? Ook iemand die het geel-zwart heeft gelopen. Ja, Penny om een lapje. Godverdomme. Penny doet het goed, hè? Penny maakte in de 8e minuut van de blessuretijd, die eigenlijk maar 5 minuten duurde, maakte hij nog de winnende. En zij hebben als gimmick dat als ze gescoord hebben, dat ze een hele idiote teamfoto gaan maken. En dan zie je dat eventje Lentos keurig met rug nummer 7 al helemaal meedoet. Ik denk dat hij goed geland is, letterlijk en figuurlijk. Ah, ik denk dat hij wel op zijn plaats is. Ik hoorde de trainer spreken over, er komt nou een relatief rustige tijd aan. Nou, dit is wel een heel rustige tijd, met de wedstrijd tegen Sparta die afgelast wordt. De wedstrijd tegen NEC die afgelast wordt. Maar zo krijg je weer zo'n Engelse weken, hè? Met voetballen op zondag, op woensdag en weer in het weekend. Heb je weer 3 potjes in 8 dagen. Ja, maar ja, goed, dat tegenover staat dat je nu dus wel 2 weken hebt waarin je dus helemaal niks hoeft te doen. Waarin die jongens ook gewoon lekker met hun kinderen lekker sneeuwballen kunnen gaan gooien. Dus ja, daar kun je zo'n Engelse week ook alweer aan, hè, met wat extra rust. En ik denk dat dit eigenlijk, hè, eigenlijk hebben we nu een soort van winterstop. Waarin mensen die wat pijntjes hebben een beetje kunnen herstellen. En ik denk dat we daarna gewoon weer goed op staan, hoor. Ja, kunnen wij meteen al die nieuwelingen inpassen? Want godverdomme, ik wil ze wel weer graag zien, hè. Danny Posse heeft dus kinderen, hè. En die zitten dus in de klas bij de kinderen van mijn vrienden. Die spreken elkaar dan wel eens op het schoolplein. Ja. En ik hoorde Danny zeggen dat die nieuwelingen die we hebben gehaald, dat die goed zijn. Ja. Hij heeft ermee getraind natuurlijk al. En hij zegt, jongens, die kunnen ballen. Daar kunnen we nog veel van verwachten. Zo, dan hebben we dus een nog sterker team. En het gaat al zo goed. Laten we wel wezen, Frans. We blijven het maar zeggen. Maar hoe dramatisch dat het einde van 2020 was. Zo fantastisch was het begin. En de komende maanden kunnen dus eigenlijk nog gewoon wel heel erg mooi gaan worden. Hè? We doen nog mee in de competitie. We doen nog mee in de beker. Maar wanneer hebben wij voor het laatst kunnen zeggen? Half februari. Dikke laag sneeuw. We zitten nog steeds in de beker. Dat kan toch niet? Nee, nee. Dus, Lucas. Dit wordt een fantastisch seizoen. Ik hoop alleen dat die sneeuw snel weggaat, dat we weer kunnen spelen. Dat is allemaal wachten op de wedstrijd tegen NEC. Maar eerst nog even dat potje tegen Utrecht uit. En ook al is Evert Lenters er niet bij. Funs weet het, ik weet het. We hebben altijd een kans. Ook bij Utrecht goed. Dat dacht ik. Wat denk je? 1-2. Ja, of niet?
Zeepeloos schoon. Ik denk dat ik die Sander eens ga bellen. Wauw. Wat leuk werk.